Oh no. Ja, de takelmonster of zo zeker. Wat gebeurt hier? Wow! Run, Forrest, run! Run, Forrest, run! Woehoe! Welkom terug allemaal bij weer een nieuwe Resident Evil Village aflevering. Vandaag alweer aflevering nummer 10. We gaan verder met de storyline. Ik ben de vorige keer geëindigd hier bij Hollebolle Gijs. En ik heb natuurlijk weer eventjes een paar comments van jullie doorgenomen. En er stonden een paar tips tussen. Maar ook een paar dingen die ik vergeten was. Bijvoorbeeld dat ik na het killen van de pop vergeten ben om die shard op te pakken die ik kan verkopen bij Hollebolle Gijs. Nou, dan ben ik net voordat ik de video start even teruggelopen om te kijken of ik die alsnog kan pakken. Alleen de lift reageert niet meer. Er staat als je op de liftknop drukt, staat er nothing happens. Dus helaas. Die kans is verkeken. Mijn eigen schuld, maar daar ben ik gewoon niet scherp op geweest. En daarnaast kreeg ik als tip dat ik die vogelkooitjes die je ziet, dat ik die naar beneden kan schieten. Dus dat is ook nog heel goed. Dus mochten we die weer tegenkomen, dan zou ik die naar beneden maaien. Maar, waar we vorige aflevering natuurlijk ook achter waren gekomen, was dat we deze kant op kunnen. En dat wij hier een wolf hebben rondlopen. En die konden we killen bij de windmill. Nou, inmiddels heb ik even Google vertalen erbij gepakt. En ik weet niet of ik de vorige aflevering had gementiond, maar... Ik had het vermoeden volgens mij dat het dus betekent windmolen. En wat betekent het? Het betekent ook nog eens windmolen. Dus nou, hartstikke leuk. Daar loopt hij rond. We hebben echt een probleem. Want zoals je kan zien, 8 kogels maar in mijn handgun. Oh, damn, hij komt ook gewoon echt deze kant op. Flikker op. Maat. Oh. Huh? What? And he's gone. En nu is hij zeker weer. Als ik hier nu weer kom. Of niet? Hoor hem weer, ja. Ja, ja, ja. Ah, lelijk. Kijk maar om, is hij weer weg. Oké, so that's just the thing he does. Alright. Hij spant daar gewoon. Hoe dan ook. No, he doesn't. Akelig, man. Ik weet namelijk niet hoe ik hem moet killen. Hier lag volgens mij een notitie. Die mij kon helpen. Die wil ik wel even opnieuw gelezen hebben. The wounds are severe. I won't last much longer. I can hear it shuffling about outside. It barely flinched when I shot it. I feel like it's toying with me. That isn't a wolf. Still, I won't lie down like a dog. If I can get to the old water mill, I can stop it. I can protect you. It's so close. Damn, I'm so cold. My legs won't work. I'm so sorry, Louisa. Please forgive me. Yeah. Dus ze zegt, get to the water mill. Nou ja, is hier een windmolen in de buurt? Volgens mij is die helemaal daarachter, want we zijn hier natuurlijk al een keer geweest. Alright, we zijn hier al een keer geweest. Je kan hier naar boven klimmen, dan kom je uiteindelijk op het dak volgens mij. So you know, laten we even de high ground pakken. Om te zien where we're dealing with. Ah, kijk, daar is een windmolen. En daar moeten we dus zien te komen. Alleen, hebben we te maken met deze grote vriend hier. En, hey, wacht even, als ik daar nou in ga. That's the thing. That's the thing, man. Ja, dat is even het voordeel. We zijn hier al een keer geweest. Dus ik weet wel redelijk de way. You know, hier kan je dan omhoog. We hebben hier die fight gehad met echt die big giant, weet je nog? Misschien kunnen we hier zelfs nog wel wat. Misschien hadden we hier nog wel ergens een lockpickpunt of zo. Who knows, man? Who knows? Hier? Hey, kijk. Look at that. Look at that. Look at that. Ja, zeg maar alleen alsjeblieft niet dat hij hier nu gewoon loopt of zo. Oh, hij loopt daar. Hij loopt daar. Oké. Okay. Sure. Hebben we nu hier alles, hier hebben we nu alles gevonden. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En hij loopt hier letterlijk buiten. Right here, somewhere. En we moeten hier dus heen. Want dan komen we uiteindelijk bij de windmolen uit. Dat is de plan. Hij loopt nu daar. Hij loopt nu daar. Oké, okay, so how about... How about... I go here now. Right. Right. Daar liep iemand binnen, zag je dat? Dat zagen jullie eruit. It's covered in a slimy substance. Look breakable though. Oké, even denken, even denken, even denken. Die en dan shortcut op sniper. En dan zo, en dan zo. En dan... We shoot it. There we go. There we go, man. That wasn't even bad, right? Dat was niet eens bad. Dat was op zich wel redelijk smart.
Same. Want deze is waarschijnlijk gesloten. Ja. Oké, hebben we nog iets wat het kan breken? Explosive rounds. Oh man, dit meen je niet. Dit meen je gewoon niet. Dus, we hebben nu niet de material. Oh, want ik heb geen landmine meer. Wacht, werkt dit? Ik wil eigenlijk niet proberen. Oh jongens, dit meen je gewoon niet. Oké. Shortcutten we deze nu eventjes hierheen. Kijk, oké. Dit moet werken, toch? Dit is ook een explosive shit. Ja. Oh mijn god, wat een letter. Ja! Oké. Oh man, dat we hier letterlijk net genoeg voor hadden om het te fixen, hè? Wauw. Voordat ik hier naar beneden spring. We hebben hier piggies. Let me kill them. One in the head. Oh, mijn webwatchup staat nog aan. Sorry. Hij is dood. Waarom sterven jullie niet? Come on, man. Die. There you go. Nice. Thank you for the meat. Kom je ook maar even hier, maatje? Sorry, I'm so sorry, guys. I'm so sorry, maar... Het levert nou eenmaal geld op bij Hollebolle Gijs. I'm so sorry. Thank you. Oké. En dan wil ik alleen nog even mijn sniper weer terugzetten naar beneden, ja. Oké, wat hebben we hier allemaal? Hier hebben we echt een lat, gewoon. Wat is dit? Kan daar de wellwheel in? Nee. Daar kan blijkbaar iets anders in. Maar dat weet ik nog niet wat daarin kan. Oké, wat hebben we verder nog? Ja, het is raar misschien aan hoe ik altijd een spel speel. Maar ik probeer eerst altijd een beetje de rest te onderzoeken voordat ik naar de obvious plek ga. Zoals nu zou het obvious zijn om gelijk die windmolen binnen te lopen. Maar dan wil ik eerst juist weten wat je nog allemaal eromheen hebt. Daar heb je dus trouwens weer zo'n bolletje voor nodig. Wat we nog niet hebben. Oké, laten we hier nu maar gewoon naar binnen gaan, want nu kunnen we letterlijk niks anders. Hey, we kunnen hier saven. How about that? Oké. Maar hiermee zouden we hem ergens mee moeten killen, right? Dat zou zich hier ergens moeten bevinden. Want dat stond er heel duidelijk in die notitie. Foto of a rare animal. What? Nou, zo rare zijn die niet, want die heb ik nou al best wel veel gevonden, toch? Er moet iets mee zijn. Dit kunnen we waarschijnlijk inspecteren. Ah. Ik had al een code verwacht of zo erop. Nou ja. Oké. En we kunnen dingen craften misschien. Deze kan nu ook craften, ja. Oké. Explosive rounds. Oh, die kunnen we ook craften. Not even bad. Oké. Kom. Cool. Here we go. Hello? Ik hou er nooit zo van. In die kelders. Hello? Who's there? Ja. Waar gaan wij allemaal heen, joh? Kijk, remember jongens, hier moeten we hetgeen gaan vinden waarmee we de wolf kunnen killen. Right? Dat is waar het op neerkomt. Oké. Oké. Ik denk alleen wel echt dat bullets echt een probleem gaan worden. We hebben zo weinig bullets. Insane. Hello. We zijn wel heel diep onder de grond gegaan trouwens. Oh, we gaan in die morrow. Weet ik veel. Morrow. Oké, jongens. Ja. Nice. This is nice. From the other side. Oké. So we go over here. Looks from the other side, right? Nou ja, zoiets. Oké. Maar ze moeten hierheen. Cheers. Terwijl die focus erbij houden, jongens. Hello?
Hallo? Oh jee. Hey! Ja, dat is te makkelijk. There he is. There he is. Is te makkelijk, is te makkelijk. Kan niet. Kan niet zo makkelijk. Kan niet zo. Makkelijk, dacht ik al. Kan niet zo makkelijk. Mother Miranda, if it's for you, I'd do anything. I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What the hell? What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? This is my territory. I won't let you leave. Shit. Oh no. Oh no. Damn freak. We moeten ontsnappen, jongens. Yeah. We gaan gewoon dezelfde weg teruglopen. Ik ga gewoon sprinten voor mijn leven. Sprinten voor mijn zakgeld. En hopelijk werkt dat. Hey, huh? Dit was net dicht. How do I get out of here? Well, I don't know, man. We gaan gewoon rennen. Tum. We moeten trouwens wel goed op blijven letten. Niet dat we dingen missen hier. Omdat we te graag te snel willen lopen, you know? Even op je silly. Een boot! Een boot. Oké. Leave the boat key in the shack in the mine. Hans is dead, so no more fishing for a while. Hans is dead. I mean, we all know his death was no accident. He was eaten by a giant fish. Bone that boat at all. Oh, damn. Oké, dus de boat key die ligt in de mine. Voor zover ik dat hieruit op kan maken. Start engine. En die key hebben we inderdaad niet. Maar dat is wel onze way out. Dat is wel onze way out. Onze way out. Oké. Huh? Waarom kunnen we niet? Oh man. Wat zet? Dan kunnen we zeker alleen met de boot of zo. Dus ik moet weer terug de mine in. That's it, right? Ik moet weer terug de mine in. Om de bootkey te vinden. Oké. I don't like that, man. I don't like that. Hey. Thank you. Maar waar moeten we wel heen dan? Want ik kan nu toch verder nergens anders... Never mind. Wat is dit? Some force could break it. Bonk. Bonk. There you go. Alright. En we hebben hier dus een mega vis, hè? Vergeet dat niet. Er is hier een mega vis. Waar de vorige eigenaar van de boot het loodje door heeft gelegd. Explosive rounds. Oké. Ik denk dus wel echt dat het verstandig is als wij eventjes dit gaan omswitchen. Shortcut. Daarheen. There you go. Hop. Reloaden. Honk. Oké. Pakken we wel even de shotgun voor nu. Oh, daar loopt hij. Zie je dat? Dus er loopt iemand. Ik weet niet of dat onze guy is. Nee, hij ziet er niet naar uit. Het is niet onze guy. You know, it's still a guy. He needs to be killed. Wow, je bent fast as hell, man. You're dead. You're dead. Alleen ja, het probleem is dus een beetje. Ik moet te veel bullets voor jullie allemaal wasten, man. Ik heb al zo weinig kogels. Come on now. Maar zou dit het plekje zijn?
Wow, dat is niet leuk. Hé, hey, dat is niet leuk. Dit is echt een OPS, motherfucker. Oh. Ah, jij bent niet zo boeiend. You're just a normal guy, you know. Maar this guy... He's wel terrible. Oké. Okay. Ik hoop dat de loot het waard is. Bij. Oh, man. Oh, fuck. Oh, lullig, 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 lullig. Ja, ja, ja. Sure, sure, sure. Sure. Woo! Time to go, guys. Ah, als dat kon. Als dat kon, was het time to go. Ah, geen bullets. This is nice. This is nice. En ook geen enkele mogelijkheid. Ja, dit is doom scenario. Geen enkele mogelijkheid om het ook te maken, you know. En ik heb geen idee hoe de fuck ik hier wegkom. Oké, shotgun bullets. Ik heb er 3. Dat is oké. Dat is oké. Mui. Mag hopen dat jij nu dood bent, vriend. Nee, nog steeds niet, ja. Oké, ik heb er nog 1. Ik heb nog 1 kogel voor jullie. Voor 1 van jullie. Voor jou. Oké. Echt maar net aan genoeg. Oké. Ja, craft ammo, ja. I would love to, man. Hey. Thank you. Hebben jullie nu alles? Hier hebben we nu alles. Het is blauw. We moeten hier wegwezen. We hebben de bootkey. Maar die big fish... Nog niet tegengekomen. Nog niet tegengekomen. Hier moesten we al dit uiteen. Oh, ik hoor hem al. Zwemmen, die big fish. Er moet nog iets gebeuren. Dit is te makkelijk. Dit is te simpel. En dan buy it. Wat is hier aan de hand dan? Wat is hier gaande? Ik vind het nog te simpel of zo. Snap je wat ik daarmee bedoel? Het is nog even te simpel. Daarbinnen is ook nog shit te doen. Toch? Waarom ga ik hierheen ook echt, hè? Ik ben zo stupid. Maar ik wil gewoon weten wat het uitroeptekentje is. Hè? Wat is dat uitroeptekentje? Het zou hier moeten zijn. Zomaar. Kan ik dat pakken of zo? Oké, weet je wat? I don't know, ik heb de bootkey. We peren hem gewoon. Je kan hier blijkbaar nog iets doen, maar misschien niet nu. Oké, okay? Misschien is now not the time. Dus we gaan gewoon weg. We gaan gewoon weg. Ik hoor weer iemand. Weet je wat ik doe? Weet je wat ik doe? Ik heb hier nog wel kogels voor. Bij. Die was wel nice, right? Hey man. Die was minder nice. Oeh, die was lekker. No scope. Great to your face. Oké. Let's go. Boat key. Oké. Dit is wel epic, hè? Dat we gewoon kunnen varen. Dat is wel epic. Ik wil dat wel nog even hebben, wat je hier hebt. Schatkistje. Komen we daar? Hoe komen we daar? Kunnen we hier tussendoor of zo? Nee, doesn't seem like it. Oké. Maar ik wil het wel heel graag hebben. Ik kan het niet hebben dat we daar nu net niet bij komen. Hoe komen we daar dan wel? Oh no, man.
December. Oh, ik kan daar ook weer vanaf, van de boot. Oké. Goed, daar gaan we. Op avontuur. Hallo. Wow, daar is de big fish. What was that? Ja, dat is de big fish, maat. Dat is dus de big fish waar we naar aan het zoeken waren. I get it now. I get it now. Zo. Gaan we hier even ervan af. Zo. Waar zijn we nu? Oh, hier zijn we al geweest, blijkbaar. Hoe kunnen we hier al geweest zijn? What the hell? Huh? Research post or something? Oh, hier zijn die gasten geweest. What are they doing here? Heest. Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Wow! What? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. What? Dat is die guy die mijn vrouw heeft afgeschoten. Sir Chris, why not? Chris inderdaad. You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey Cap, I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What the hell, man? What kind of readings? What's moving? Unknown. The fish. My guess is we've been here too long and Miranda. The fish. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. Oh, daar gaat die vis. Zie je dat? Oh, damn. Out of our business, Ethan. What is going on? What? Damn, man! The fish! Holy damn! Oh no. Okay, die vis is paupersterk. Hey, my guy. Shit, stay back. My guy. My guy. The exit's underwater. You're done. I don't have time for this. Oh, je bent een ugly as hell. Oh no. What are you talking about? Oh, disgusting. Oh, disgusting. Oh, this is disgusting. Oh no. Yeah, the tentacle monster of zo, zeker. What the hell gebeurt hier? Whoa! Run, Forrest, run! 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 What am I supposed to do? Woe! Waar zijn we? Okay. Wat hebben we hier? Oh, hier kunnen we niet heen. En hier kunnen we ook niet heen. Morrow's Clinic. Links. Nou ja, wij gaan wel naar rechts. Gezien het feit dat de enige optie is. Wat een episode dit, joh, jongens. Water. Oh shit, there's no power. Oh fuck. Wat hoor ik? De electricity moet aan. Ik hoor iets of iemand. What the hell, man? Hè? Gijs! What the hell? Oké. Okay. Hallo Gijs daar. Laten we daar eerst even mee chillen.
Even met Gijsie, misschien heeft hij nog wijze woorden voor ons. Well then, feel free to peruse. Hij heeft niet eens een verhaaltje voor me. Van, hé, wat lijp dat je het zo ver hebt gered of zo, weet je wel. Meestal heeft hij altijd wel wijze woorden, maar nu gewoon helemaal niks. Misschien kunnen we dat dingen combinen. No, we can't. Nope. Oké. Ik wil sowieso wel even dingen kopen bij je, vriend. Want mijn ammo, dat is echt drama. Zeg maar alsjeblieft dat je dat wel nog in stok hebt. Nee, ja. Het is nog steeds sold out. Oh, man. Het is nog steeds sold out. Deze zijn sowieso wel handig om even te kopen ook. Want we komen steeds vaker van die situatie tegen waar je explosive shit nodig hebt. Learn how to make flashbang. Sniper, rifle ammo, hoeft allemaal niet. Koffery, ammo, sniper rifle ammo, nee, ik heb echt niks aan wat hij me wil aansmeren. Wat de hel, man. Het is echt, het schiet niet op zo. Oh, trouwens, hier kan ik wel wat mee misschien. Reload speed kan omhoog. Ja, boeit niet echt, hè. Securing goods is more important. Nou, holle Gijs, je stelt me echt zwaar teleur, maat. We kunnen hier wel saven, dat is heel erg fijn. Maar ook echt heel erg fijn. Nou, dan gaan we gewoon door, hoor. We gaan nog gewoon door. Hier moet de elektriciteit dus aan. Wat is dit? Staat hier nog een code op of zo? Nee. Misschien moet ik hier straks nog wat mee. Kan ik hem niet meenemen of zo? Reset. Zo vind je hem. Waarschijnlijk moet je hier iets mee. 3 keer rood in het midden, zwart onder. Ja, dat ga ik never nooit onthouden, maar... 3 keer rood in het midden, zwart onder, blauw rechtsboven. I don't know. Ik denk dat het licht er sowieso niet voor schijt, right? Het licht er sowieso niet voor schijt. Hier moest het eruit. Oh nee, hier kwam wel wat grijs uit, hè? Then I must go back. Hier kunnen we ook niet naar beneden. Die elektriciteit moet gefixt worden, zodat we dat water kunnen drainen. Dat is wat op neerkomt. Gatehouse, oké. Interesting. Maar als we die vis dus op de droge leggen, eigenlijk komt op neer, dan gaat hij natuurlijk dood. Ik snap alleen totaal niet hoe we verder moeten. Huh? Hier kunnen we nergens heen. Hier kunnen we ook nergens heen. Want hier kunnen we niet in. Dit is gewoon blokt. Nou jongens, wat is dit nou toch weer allemaal voor gekkigheid. Waar moeten we dan heen? Ik mis iets, right? Ik mis iets. Kan ik hier klimmen of iets? Nee, dat zou raar zijn. Kan ik hier naar rechts? Ook niet. Kan ik hierin? Ja, dit werkt niet. In an instance of heavy rain, there may be damage to local aquatic life. It is advised that you drain all excess water using the following steps. 1. Move the windmills with a crank to start electricity to the gatehouse. Okay, pull a lever in the gatehouse to open the sluice gate. Dus move the windmills with a crank to start electricity go to the gatehouse. Dus we moeten sowieso naar de windmolen. De windmolen, daar moeten we iets doen. Dus de windmolen moet gedraaid worden, I guess. Ja. Ja, ze moeten allemaal een bepaalde kant op staan. Alright. Ja, interesting, maar... Ah, kijk, hier moesten we heen. Hier moesten we heen om aan de andere kant uit te komen. Dan ben ik ook een stupid shit af en toe. Let's go. Oh, dat is Olobel Gijs die ik hoor hoesten. This crank is old and busted up. It feels like it's going to snap any second. I hope it doesn't break. The only other one we have is over at Windmill 2. Oké. Hey guys. Ja, trouwens, ik heb helemaal geen bullets voor jullie. Dat wil ik ook helemaal niet eraan wasten. There you go. Dat is beter, right? Nog een haantje. Nou, die is gone. Oké, wat kunnen we hiermee? Hey. Is dat fragment? Oké. Is hier nog meer? Nee. Oh jawel, hier. Where's the scrap? Kijk.
Beter. Even wat bullets maken. Want het is echt nog steeds bedroevend hoe weinig we hebben. Ja, oké. Okay. Dan gaan we hierheen. Ik zie daar een kistje. Ponk! Campflute. Oké. Okay. Kijken, wat kunnen we hier? We kunnen hier naar beneden. Maar we konden hierboven konden we ook iets doen. Kijk, right here. Ah, we kunnen hem draaien. Oké. Okay. Oh. Oh. Seriously? That's not good, man. That's not good. Hebben we daar iets voor? Nee. Nee. Oké. Okay. Schiet niet op, Ethan, dit. Dat we dat ding weer afbreken. Wat een pauper. Kijk, handgun ammo, chill. Ook fijn. We komen wel weer steeds meer ammo. Chill. Chill, 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 chill. Oké, okay, want deze moet gestroomlijnd zijn met die. En dan... Oh, het zijn er wel veel. Er zijn wel echt veel. Gaan we hier even naar beneden. Ik denk dat dat moet, namelijk. I just guess so. I just guess so. Boom, 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 boom. Here we go. Gaan we hierheen. Wil je iets vinden? Doesn't seem like it. Hierheen. Oh, ik ben bang voor die pauperfish, man. Gaan we hier sowieso tegenkomen. We're still fine. We missed it. Missed it. Not looking to fish for this. Wacht nog heel even af. Om de timing te zien. Is hier een bepaalde timing voor? Anders eet hij je gewoon. Huh? Hij chapt je gewoon als je niet oppast. Waar heb ik nu een gateway gemaakt dan? Want ik kan hem niet zien. Toch? Of ben ik nou stupid? I don't see it, man. I don't see it. Nee. Hé? Maar ik had het toch echt net gesloopt? Ik had hier iets gesloopt. To create a bridge. Man, I don't know. I don't know. Moet ik terug? Moet ik terug? Oh. Maar hè? Nee. Ik heb geen idee wat ik moet doen, jongens. Geen idee. Serieus niet. Up and down. Misschien was dat een tip wat ik kreeg net. Up and down. Want kijk, hier kan je niet in. Wat ik ook probeer, hier kan ik niet in. Oh, kijk, hier. Oh, mijn god. Er waren gewoon twee pilaren, jongens. Er waren gewoon twee pilaren. Voor die paupers, jij. Je had er links en je had er rechts heen. Nou snap ik ook waarom je die loze brug, om het maar zo te zeggen, had naar links. Oké, okay, het was even puzzelen. Maar we hebben het! Woe! Alright. Ah, wel een leuk avontuur dit. Wel een leuk avontuur. Oké. Okay. Wat moeten we hier doen? Wat moeten we hier doen? We moeten hier sowieso even naar boven, denk ik. Kijk. Hop. Oké. Okay. Oké, okay, cool. Cool, cool. Dan kunnen we hier eraf springen waarschijnlijk. Of kunnen we daarheen springen? Nee, dat is te ver. Dat is te ver. Wat is dit voor obstakels, jij? Ik vind het wel heel vet gedaan. Open. Oké. Okay.
Pull the lever. Ja, het stinks. Het ziet er ook echt heel nasty uit. Al die maden ook en zo. Al dat groen. Oh, disgusting, man. There you go. Ja. That's nice, that's nice. Here we go. Oh. Daar had hij me bijna. Ik haal die levers gewoon over, maar ik heb geen idee wat het doet. Er zijn er nu zoveel. Wat was dat trouwens? Wat vond ik? Wat wel vond ik? I don't know wat ik vond. Er zijn zoveel dingetjes die je hier kan overhalen en kan doen. Nu echt geen idee meer wat ik allemaal aan het doen ben. Oké. Ah, dit is voor oranje. Oké. Het is een puzzel die je hier moet maken. Nu is nog even zo. Ga nog maar even naar beneden. Je moet blauw en oranje tegelijk doen. En dan kan je weer daar verder. Dus blauw en oranje. Here we go. Kunnen we hierheen? Dat kon net niet. Oh, dan moeten we hier snel weer blauw aanzetten, I guess. Hè? We hebben nog ergens een groene nodig. Zat die ook nog daar? Heb ik die net gemist? Denk het. Ik denk dat ik groen nog ergens heb gemist. Zal wel hier zijn of zo. Hier was ook nog een lever. Ja, oké. I get it. Even wachten tot alles voorbij is. Oké. Die. Die. En die. Run. Yes! Oh, dit is dit monster ook gewoon. Nog altijd is gewoon een vis. Maar dit is gewoon die guy, volgens mij. Dit is die fat-ass guy. Okay, laten we nog even één keer langs jumpen. Zal ik zeker weten dat ik het juiste momentum ga hebben. Kom maar, ik lok je wel even. Nu ga je waarschijnlijk springen, of niet? Waar blijf je nou? Oké, sure. Is het. Bui. Ik wist dat je die momentum... Er moest een momentum in zitten. Anders was het te makkelijk geweest. Ja. Succes. Hierheen. Oké. Okay. There you go. Kunnen we gelijk overheen lopen. Doem. Here we go. Krijg je weer zo'n puzzel als net? Ik vond die wel lachen, man. Ik vond het wel leuk. Oh, hey, kijk. Ah, en dat is de tweede die we nodig hadden. Nou, we de bridge. Nou kunnen we erheen. Dit is wel echt sick gedaan. Hele lijf puzzel dit. Oké. En dan... Oké, ja. Dan gaan we dus eventjes die... Gelukkig hebben we die net gekocht. Die. Gaan we shortcutten op pijltje naar beneden. Dan leggen we hem hier neer. No. Dan nemen we even wat afstand. Boom. Oké. Here we go. Kunnen we hier nog wat? I don't know, but I want to check. Nee. Gaan we naar boven. Gaat goed jongens, gaat goed. En dan gaan we deze overhalen. Hele lijf puzzel dit. Ik vind het echt fucking gruwelijk. Wow, what the hell is that, man? We hebben een boot opgetakeld. Dat is wel heel ziek. Oké. Tonk. En dan gaan we hierheen. En dan hier de hut in. Oh, dat mag niet. Mag niet. Waarom mag dat niet dan? Waarom mag het niet? Ja.
Jongens, waarom mag ik niet die shit gebruiken? Want hij sloopt ons nu, dat is leuk, maar eigenlijk is dat helemaal niet leuk. Snap je een beetje wat het probleem is? Was dit de bedoeling? Lijkt me niet, hè? Nee, lijkt me niet. Wat lelijk zeg. Gaan we hier nu dood? Ja. Omdat ik daar geen landmine mag neerleggen. Wat moet ik dan gebruiken om het op te blazen? Wat moet ik dan gebruiken? Dat waarschijnlijk trouwens. Dat is obvious, right? Dan gaan we deze weer shortcutten naar hier. Dan pakken we hem. Heb ik er serieus geen ammo voor? Ah, kan ze maken. Nice. Here we go. Now we're prepared. Wel gruwelijk. We hebben even kunnen zien hoe het eruit ziet als je doodgaat door die vis. There we go. Oké. Ja, omhoog, ja. Maar hoe dan? 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 Hoe kom ik naar boven dan? Wat is de plan? Wat is de plan? My dudes. Oh! This is the plan. Ah. Wat een episode, hè, jongens. Het is wel echt een hele gruwelijke episode, als je mij vraagt. Oké. Hoi! Nice one. Nice one. Caught me off guard there. Hey, the crank, we hebben hem. Theory, you can climb up like this. Wat moeten we hier doen? Help! Maar, die moeten we dan toch juist erin zetten? There you go. We hebben hem weer. En nou kan je wel klimmen. Zo epic dit. Zo epic dit. Oké. Hoppakee. Dan gaan we hierheen blijkbaar. En dan we take the zip line. En we get the fuck out of here. Wow. Wow! Wat sick. Wat sick. En nu zijn we terug bij de eerste windmill. Wauw. Ja, dit is zo sick. Oh, dit spel is zo lijp. Dit spel is zo lijp, jongen. Echt, blijf me verbazen. Resident Evil, mijn favoriete horror game gewoon. Nou, there's power. Open de sluice gate. Ja hoor, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. We gaan terug. Via hier. Niet denken dat het allemaal te makkelijk gaat nu trouwens. Want het zou zomaar kunnen dat we nu gejumpscared worden of iets dergelijks. We kunnen nog daarheen. Wat wel, zie je dan? Gimme, gimme, gimme. What's here? Ah, alleen camp flute. Was that it, man? That was it. That was it. Oké. Wij gaan naar Hollemolle Gijs. Want hier kunnen wij saven. En ja, jullie vonden hem aankomen, jongens. We hebben een hele lange episode ervan gemaakt. Er staat bij mij dat ik 45 minuten aan het opnemen ben. Dat is best wel lang tijdje. Dus beste kijkers, ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het kijken naar deze Resident Evil Village aflevering. Volgende keer dat jullie kijken, dan gaan we de power aanzetten. Of ja, dan gaan we dus die poort openen. Gaan we het hele watertje daar droog leggen. En dus ook het visje. En ik denk dat we hem op die manier gaan killen. Wordt heel erg episch. Dus wees je volgende keer zeker weten weer bij. Abonneer op dit kanaal om niks te hoeven missen. Wil ik jullie voor nu bedanken voor het kijken. Doe nog even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En zie ik jullie morgen om 4:30 weer terug bij weer een nieuwe video. Laters.